Guido's Orchestra was woensdagavond de gast in de Stadsschouwburg van Sittard. Terwijl de show wordt opgebouwd, nemen vrouw Wendy Kokkelkoren en dochter Emma Sophie alvast een kijkje op het podium. Lood TV was door orkestleider Guido Dieteren gevraagd om de nieuwe clip van Martin Hurkus te komen opnemen. Hurkens overwinning in Holland's Got Talent was een samenwerking met Guido's Orchestra een logische keuze. Martin is allereerst een zeer begnadigd artiest en een zeer sympathiek mens. En die op latere leeftijd natuurlijk het artiestenvak inrolde. En dan denk ik dat je alle hulp die je zo iemand kunt geven, dat je dat moet doen. Ja, ik ben blij wanneer ik telkens geholpen word, want ik ben ook nog maar jong. Maar Martin is dus oudere jongeren, om het zo maar te omschrijven. En hij heeft zeker wat setjes naar links of rechts nodig, omdat een compleet nieuw vak voor hem is. Hij komt uit het bakkersvak, dus dit is helemaal wat anders. En wanneer we hem daarbij kunnen helpen, doen we dat graag. Was hij goed bij Guido's Orchestra? Ja, absoluut. Ja, dat denk ik dat we dat merken, anders zouden we vanavond niet weer een mooie clip gaan opnemen met Martin. Nee, zijn stem doet het heel goed bij het publiek. Zijn stem is mooi. We zijn aan het kijken hoe we hem ook stapjes naar Duitsland kunnen laten zetten. En ik heb heel veel zin in vanavond. Hij zingt een prachtig nummer. Inderdaad, een nieuwe single geschreven door Ton Kovacek, mijn dirigent. En vertaald in het Italiaans, en het Engels en het Duits zelfs ook nog. En een prachtig nummer, Nostro Mondo Amato. En waar gaat het over? Het gaat over een betere wereld, eigenlijk een hoopvolle utopie, maar een hoopvolle nieuwe wereld voor kinderen nog blij kunnen zijn en kunnen spelen. Zonder oorlog, zonder pijn. Dus eigenlijk alleen maar mooie en positieve dingen, ja. Dat tekent ook een beetje het karakter van Martin Hurkus, denk ik. Altijd optimistisch, lachen en vrolijkheid en positivisme. Ja, ik denk het wel. Het is toch het is er zoveel tijd om nors te zijn en wat dan ook. Ik ben liever vrolijk en we gaan ervoor. Hè. Naast de opnames en de promotie voor de nieuwe single van Martin Hurkus is Guido Dieteren alweer druk bezig met een aantal andere projecten. Ja, de agenda zit vol. Hè. We gaan met Doema dingetjes doen. Je moet ook promoten. Zijn druk bezig met de laatste platenonderhandeling in Duitsland. Het ziet er allemaal super uit. En ik denk dat we komende zomer bekendmaken welke datum we in Duitsland gaan doen. Maar er zijn 15 grote steden voorbereiding. Nu optreden met Guido's Orchestra, hoe is dat? Ja, dat is altijd een feest. Het is altijd feest. Vanavond met Wendy weer een mooi duet. En dan mijn eigen single, die uiteindelijk op beeldmateriaal gezet wordt. Dus ja, ik ben heel trots dat ik dat überhaupt mag meemaken. Zenuwachtig voor zo'n optreden? Nee, gespannen. Gespannen, maar echt zenuwachtig ben ik niet echt. Nee. Gelukkig niet. Hoe lang kan hij nog meedenken? Nou, tot zijn 95ste schat ik in. Geen idee. Johan Heesters was 105, geloof ik. Dus dan heeft Martin toch nog wel aardig wat jaren te gaan. En maar Martin, zolang het goed voelt voor Martin, zolang het goed voelt voor het publiek, zal ik vooral lekker doorgaan. En of dat nou 5 jaar is, 10 jaar is, 20 jaar of 30 jaar, nou dat bepaalt Martin lekker zelf. En wanneer die maar geniet voor alles wat hem overkomt. Maar die, wat is dat nog hier, dat hokje hier onder de binnen? Dat is de quick change, zo noemen we dat. Als ik snel moet omkleden of zo, dan doe ik dat hier. Nu even niet, want anders zouden hier gordijnen hangen. En hier staat altijd iets te drinken, een spiegel voor de laatste check. En zo kan ik toch het concert een beetje meevolgen, ik weet niet. Ja, we hebben zelfs de televisie, dus ik kan ook het podium zien. Dus ja, hartstikke leuk. De showtime, succes. Showtime, ja, dankjewel. De videoclip van Martin Hurkus zal binnenkort op een aantal televisiezenders te zien zijn.